Hallo allemaal. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar de aflevering van de Toy Soldier. Ja, ik weet eigenlijk niet of dit een interessante video gaat worden. Staat het testen van een metaaldetector eigenlijk eventjes op nummer 1. En het zoeken en content maken op nummer 2. Dat is voor jullie niet zo leuk. Want de content zal misschien wat minder saai zijn, omdat ik gewoon een hoop niet kan laten zien. Maar ik neem jullie gewoon mee en als ik iets leuks vind, dan ga ik het laten zien. En verder beloof ik jullie dit 100 maal goed te maken op het moment dat het gewoon allemaal uitkomt. En we gewoon lekker vrij uit alles kunnen laten zien. Voor nu, veel plezier met het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je nieuwsgierig bent naar de volgende video's. En je ziet hem niet, want het is bewolkt. Maar dit is mijn eerste vondst. Ja, wat is het? Zeg maar wat het is, ik weet het niet. Het lag wel diep. Kijk eens, wat een prachtig kledinghaakje. Mooi versierd. Ja, ik weet niet of dit nou beschadiging is of dat er echt iets op staat. Maar misschien met schoonmaken komt dat wel naar voren. Leuk. Meestal zijn ze helemaal gebroken en stuk. Ja, deze is ook niet heel hoor, maar deze is nog redelijk compleet. En dat maakt het vinden natuurlijk wel zo leuk. Nou, dit is best wel een beetje... Waarom focust mijn camera niet zo goed? Het lijkt helemaal blurry eromheen. Ik zal mijn lens maar even schoonmaken. Hij kwam heel laag binnen. Ja, het is een koperen munt. Maar hij kwam echt heel laag binnen. Dat is echt bizar. Ja, misschien omdat hij zo dun is, maar hij is best wel vrij groot. Even kijken wat het is. Nou, met een heel klein beetje moeite kan je wel zien dat er iets opgestaan heeft. Of dat er wat op staat. Misschien dat ik hem thuis nog beter leesbaar krijg of een mooie foto ervan kan maken. Maar het is wel weer een leuke munt. Ik denk eerlijk gezegd... sorry. Ik denk eerlijk gezegd dat het een rekenpenning is. Maar ja, voor nu kan ik daar nog niks aan zeggen. Maar ik vind het wel leuk. Erg leuk. Hij lag trouwens redelijk diep. Niet dat jullie wat in die informatie hebben, maar... Het is toch altijd leuk hè, om zo'n oud klein duitje... na jaren en jaren en jaren en jaren... weer uit de grond te halen. Volgens mij is dit een Hollandia. Ja, Hollandia. Is wel best goed te zien. Leuk. Oké, dit is best wel indrukwekkend. Dit is echt, ik denk, een van de kleinste... Waarom focust die niet? Een van de kleinste muntgewichtjes die ik ooit gevonden heb. Ik denk een centimeter of, ja wat zal het zijn, een centimeter of 15 diep. Maar echt super klein. Ik hoop, ik zag er net wat op staan, dus ik hoop dat na het schoonmaken ik een mooie foto ervan kan maken. Een mooie scherpe foto, want het is bijna niet te doen, maar er staat echt iets op. Dus ik ben zelf ook heel erg nieuwsgierig. Leuk! Vroeger had je van die leeuwenpootjes... En er zitten er 3 of 4 van aan een potje. Maar je had ook nog de goedkopere potjes. En er zitten gewone pootjes aan. Wel de vorm van die leeuwenpoot. Alleen niet zo mooi vervaardigd. En dat is dit. Een potje. Tenminste een pootje van een potje. Kijk eens, een super klein kaliber musketbal. Superleuk. Hij is best wel zwaar ook. Ja, dat komt omdat ze van lood zijn natuurlijk. En hier ook zie je waar die ingelegen had. Kijken of ik dat nog kan doen. Ja, daar zat hij in ieder geval. Grappig hè? Dit was hem alweer. Korte video. Wel leuk gevonden. Maar belangrijk voor mij. Heel veel onderzoek gedaan. Ontzettend lekker bezig geweest. Ik weet niet of dit de laatste video is van het jaar, maar in ieder geval de laatste video voor de kerst.
Dus ik wens jullie een hele warme kerstdagen. En ik hoop gewoon dat iedereen na de kerst weer terugkomt. Dus voor nu, tuut tuut tuut, de kerstgroeten van Ruud.